Bevelvoerder Ronald roept de hulp in van ambulancebroeders. Hoi, hey. We zijn in reanimatie gestart. Direct de ambulance geïnformeerd dat we in reanimatie zijn gaan opstarten. Daar bij de ambulance stond de zoon van het slachtoffer. Die gaf aan dat er een niet-reanimatieverklaring was. Volgens de regels mag de brandweer de reanimatie alleen stoppen als de ambulancemedewerkers de wens van het slachtoffer kunnen bevestigen. Op het moment dat we de penning hebben of de verklaring of er is een arts bij die zegt van joh, het is niet nodig, hè, of een ambulance, dan stoppen we de reanimatie ook. En die bevestiging komt er. Hij wil er niet mee. Ja, we komen daar echt om mensen te redden en de brand te blussen. En op het moment dat iemand zegt van goh, ik wil niet gereanimeerd worden, dan is het toch lastig. Was zijn een drukke verzoek ook, hè? Zei hem dat hij dat niet wilde, hè? Ja, kunnen jullie net vanuit staan van alles erbij te gooien? Dat er niemand hier gewoon niet gesloten zijn. Ja. De flatbrand blijft beperkt tot de woning van de bejaarde man. De brand is geblust. Ter controle wordt er gekeken of er nergens meer een nieuwe brandhaard is te vinden. Om die reden worden alle loszittende delen naar buiten gebracht en nageblust. Nu moet er in de overige woningen nog op koolmonoxide worden gecontroleerd. De afvoeren van douche, wc en afzuigkap zijn in de hele flat met elkaar verbonden. Daardoor kan de giftige rook zich door het hele gebouw verspreiden. Het schijnt dat de rook op dak eruit is gekomen. Nou, CO, dat proef je niet, je ruikt het niet. En ja, als je het binnenkrijgt, dan krijg je langzaam hoofdpijn, je wordt misselijk. En dan kan het op een gegeven moment, kan het, zelfs als je lang genoeg in zit, in hoge waardes, kan het einde verhaal zijn. Alle woningen checken en dan even opschrijven welke er niet zijn. Elke naast- en bovengelegen woning moet nu worden gecontroleerd. Wil je even doorgeven voor welke woning, oftewel of iemand thuis is en wat de waardes zijn? 14 verdiepingen, keer alle aangrenzende appartementen. Dat zijn er behoorlijk wat. Ga er maar aan staan. Nummer 240, niet thuis. Ja, waarom? Ja, het is een douche, maar we wisten niet dat het hier in de flat was. Nee. Ja, 240, niet thuis. 408, niemand thuis. Ik hoorde van een buurvrouw dat u misschien de sleutel heeft van het tweede huis vanaf de lift. 192, alleen in de badkamer meten we 350. Alleen in de badkamer. Zo. Die ben 11 of 10. En u hebt niet eens toevallig de sleutel van uw buurvrouw? Nee. Dan meldt zich een bewoner die direct naast het uitgebrande appartement woont. Mag ik naar mijn woning wel even naast hem? Mag ik hem aanspelen? We lopen even met u mee. Brandweerman Don helpt direct en checkt of het appartement weer bewoonbaar is. We hebben de voor- en achterdeur opengezet. Hij daalt het nu heel snel naar 15 over. Helaas kan de woning nog niet worden vrijgegeven. Omdat de zoon door alle commotie van streek is geraakt, heeft de brandweer in dergelijke gevallen iets om hem een beetje op te vrolijken. Zie je dat je een beetje geschrokken bent? Mag ik deze aan jou geven? Neem maar aan, je ziet het groot. Team Brandonderzoek is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak van de brand in de woning. Ja, dat hij in de keuken is ontstaan, dat geloven we wel. Kijk, deze heb hier gewoon gestaan. We hebben gewoon wat over staan koken. Ja. Op de plaat. Warm, warm, warm in de fik. De zoon van de overleden bewoner komt ook even langs. Hij denkt dat zijn vader er opzettelijk voor heeft gekozen om brand te stichten. Nee, dat denk ik niet. Ben je erin? Nee. Maar brandonderzoeker Kenneth heeft een andere mening. Ik vind het bizar. Wat er volgens ons gebeurd is, dat is misschien voor u en de familie ook wel fijn. Wij denken dat er gewoon dat er paniek op het vuur is blijven staan. De conclusie van het onderzoek is dat de bewoner op bed is gaan liggen, in slaap viel en vergat dat er een pannetje op het vuur stond. Vervolgens is er brand ontstaan met helaas een noodlottige afloop.